Dit zijn allemaal herinneringen. Kleine, domme en goede herinneringen. Wacht even, ik zit net in een hele interessante gedachte. Oh. Oké. Okay. Dus we mogen alleen een ander daten als we ons daar allebei goed bij voelen. Over een paar maanden zijn we weer samen. Maar ik ga je gewoon missen tot die date. Zolang je nog in Amsterdam woont, drinken we op Amsterdams tempo. Wie is dat? Dat is Lou. Als Sarah een meid heeft in Montreal, dan mag jij toch zeker ook wel iemand DM'en? Ik stuur gewoon iets van... Hey, hoe was je weekend? Heel leuk. Ik word helemaal geil van. Je hoofdpersonage heeft geen doel. Het leest ook alsof je jezelf een beetje bent verloren, klopt dat? Mijn uitgever vroeg me wat ik nou eigenlijk te vertellen heb. Dus nu denk ik ook de hele tijd, ja, wat is nou eigenlijk mijn levenservaring? Mooi, hè? Ja. Mensen lopen zoveel mis door niet hun fantasie en gevoelens met elkaar te delen. Wat wil het hoofdpersonage? Anne. Huh? Maar als jij wil dat iets verandert, verander het dan. Wat ben je nou allemaal aan het doen, man? Ik heb gewoon het gevoel dat ik nooit genoeg voor je ben. Dus wat heb jij, Anne Verbeek, te vertellen aan de wereld?